Een uitbraak van het virus kostte in 1988 en 2002 aan duizenden zeehonden het leven. De angst dat het weer zover komt is nu behoorlijk afgezakt. Bij test op de gevonden dode dieren in Denemarken is het virus niet aangetroffen. Dat kan gewoon betekenen dat de dieren al te lang dood waren om het virus te kunnen vaststellen. Maar de kans lijkt ons eigenlijk heel erg klein, ook gezien onze ervaringen van de vorige twee epidemieën, dat het hier om dit virus gaat. Daar komt nog bij dat er in Denemarken de laatste tijd geen dode dieren meer gevonden zijn. In Zweden wel, maar deskundigen vermoeden ook daar dat het niet om het virus gaat. In Pieterburen halen ze zo langzamerhand opgelucht adem. We hebben nog steeds de quarantaine-unit die we daarvoor ingericht hadden klaarstaan. Die staat nog helemaal stand-by, dus mocht het toch in de Waddenzee komen, dan kunnen we heel snel daar toch op anticiperen. Maar voorlopig lijkt het licht toch van rood naar oranje weer te verschuiven naar groen.